Voor mij, ik sta 's morgens op tijd op. 3 keer in de week doen we voor het werk doe ik hardlopen. Rondje. Dan begin ik rond 8 uur met werken met paarden. Heel de dag door paardrijden, paarden trainen, verzorgen, zorgen dat alles netjes is. Ja, gewoon heel de dag uit mijn leven bestaat eigenlijk uit paard. Door de week. En het weekend ook. Ik wil helder kunnen zien als ik naar de hindernis toe rij, als ik gewoon aan het rijden ben, in het bossen, in de bak, dat maakt niet zoveel uit. Je wilt gewoon alles duidelijk scherp hebben gesteld. Vaak zat er wel, als je dan een keer in je ogen deed wrijven, als je stof had, dan voelde je die lens bewegen of dan ging die er half uit als hij al net iets lang erin zat. En toen had ik van een paar vrienden gehoord en collega van, oh, we hebben mijn ogen laten laseren, dat is kei fijn. Ik denk, ja, dan ga ik zo'n vooronderzoek laten doen. Is het niks? Of kan het niet? Of wil ik het toch niet? Dan zit ik er ook niet aan vast. Maar dan heb ik in ieder geval een paar opties over. En ja, toen heb ik eigenlijk gewoon de knoop doorgehakt. Ik heb de LASIK-behandeling gehad. Nou, ik vond eigenlijk de behandeling zelf ging eigenlijk heel snel. Ik had gedacht dat het langer zou duren. Ik moest een bepaald aantal seconden naar een groen lampje blijven kijken. 2 keer een oog en het was gewoon klaar. En toen dat mijn ogen gelezerd waren, toen kon ik eigenlijk al in de verte op de klok zien hoe laat dat was. En het is gedaan en je ziet gewoon al wat. Dat is eigenlijk gewoon heel bijzonder. Dan zie je gewoon al, oh, het is een paar seconden geleden, maar er gebeurt wel al iets. Het is nou gewoon echt super fijn dat je gewoon niet meer hoeft na te denken, oh, ik moet lenzen meenemen, ik moet bril meenemen, ik moet vloeistof meenemen. Je hoeft gewoon niet bij na te denken. Je gaat gewoon in de auto, je gaat in het vliegtuig, het is gewoon klaar. Je ziet gewoon altijd, gewoon hoe dat het hoort te zijn, denk ik dan.